Tussen mijn ouders ging het niet best. Mama was geen Twentse. Ze was blij dat ze er weg kon, maar pa was een echte tukker. De Van Deldens waren diep geworteld hier en ik denk ook dat hij zich schuldig voelde tegenover de rest van de familie en tegenover zijn mensen. Je bedoelt de arbeiders, het personeel. Weer die ergernis. Alsof hij ze in de steek liet, terwijl er natuurlijk niets aan te doen was. Het was een puinzooi, geen redden aan. Hij had er bijna zijn hele vermogen in gestopt, maar het was natuurlijk een bodemloze put. Ik neem aan dat er nog genoeg over was. Hij denkt toch niet dat ze medelijden met hem krijgt. Natuurlijk, je hoeft geen medelijden met hem te hebben, maar zijn leven, het levenswerk van zijn familie was naar de kloten. Mats zoekt naar de ober en bestelt nog een rosé en voor haar ongevraagd een Weizen. Ze heeft geen idee welke kant dit gesprek opging. Hoe past haar vader hierin? Jouw vader, Dirk, kwam in 1958 bij de firma. Volgens de dagboeken van Helmich was hij een briljant designateur. Met een ongelooflijk gevoel voor kleuren en voor trends. Ze hapt naar adem. Briljant, ongelooflijk, kleuren en trends. Heeft hij het over dezelfde man, over haar vader? Pa was 5 jaar ouder dan Dirk. Hij beschouwde hem als zijn protégé. Het woord marketing was in Twente nog niet uitgevonden. De textiel was een ouderwetse, conservatieve bedrijfstak, geleid door fossiele heren. Het enige waar ze zich druk over maakten was de fazantenstand op hun landgoederen, want als het jachtseizoen werd geopend mocht prins Bernhard niet teleurgesteld worden. Helmich had het geluk dat zijn vader, mijn opa Gerrit, in 1955 was overleden. Helmich had in Londen aan de School of Economics gestudeerd en behalve mijn moeder leerde hij daar de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van reclame en marketing kennen. Omdat niemand hem in de weg stond, kon hij met die kennis zijn gang gaan.